Hoi allemaal, hartstikke leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Julien, ik ben onderweg in Parijs met de RER naar station Paris-Gare-du-Nord, het Noordstation. Want in deze video laat ik jullie zien hoe je met de Thalys terugkomt in Nederland vanuit Parijs. En dat gaan we doen in de eerste klas, de Comfort Class. Heel veel kijkplezier! Aangekomen op station Parijs-Noord, het zijn wel op het ondergrondse gedeelte. Ik zie je bij de roltrappen, ben vaak niet wie ik zeg, je moet niet in mijn roltrappen. Ik heb nog eventjes voordat de trein naar Amsterdam toe gaat, dus we gaan eventjes een koffietje doen lekker en een lekker Frans ontbijtje en een beetje treinen spotten, want ik kom niet zo heel vaak op Parijs-Noord. Flinke emmer koffie van de Pol is noodzakelijk. We kunnen niet met ons kaartje de lounge in. Je kunt alleen met een premium Thalys ticket de lounge in. Niet met een comfort ticket, ook al is dat ook eerste klasse. Dat is wel een beetje jammer. Oh ja, bij die Pol kun je een lekkere warmgemaakte quiche Lorraine krijgen. Ik ben fan. Laten we het eens over perronsnummers hebben. In Frankrijk is het gebruikelijk dat er geen perronnummers na vermeld bij de treinen. Op kleine stations is dat niet zo heel erg, maar op Parijs-Noord kan dat bijvoorbeeld erg verwarrend zijn. Dus de Thalys naar Amsterdam vertrekt niet altijd van hetzelfde perron. Een kwartiertje van tevoren ongeveer wordt het perron bekendgemaakt. Nou, het perron is spontaan bekend. Er begint gelijk een hele stroom aan reizigers die kant op te wandelen. Inderdaad, de trein naar Brussel en Amsterdam. Dan moet je een heel stuk wandelen als je naar Nederland wil, want de trein bestaat hier uit twee treinstellen. In Nederland maar één. Het achterste treinstel, deze, gaat tot Brussel. Rijtuigje nummer 13. Nou, ik zit op mijn plaats. Stoel 24 in rijtuig nummer 13, koud de stoelreview. Ik heb ook al eens in de hogere klasse gereisd, premium. Ik snap niet hoe, maar de beenruimte zie je daadwerkelijk zo'n stukje meer. Hier aan de linkerkant heb je een prullenbakje en een soort tafeltje en een stopcontact zit daar, zodat je de telefoon kunt opladen. De stoel is elektrisch verstelbaar, dus een leeslampje. En zometeen crossen we met 300 km per uur naar Amsterdam. Let's go. Fahrzeit. Bij comfort zijn er geen maaltijden of drankjes inbegrepen bij het ticket. Daarom moet je gewoon gebruik maken als een echte plip van de bar. Tijd dus voor een lekker Belgisch biertje en een paar lekkere wasjes. Dit vind ik nou zo heerlijk aan treinreizen. Hè? Dus ik heb niks in de gaten. Pats, boem, in één keer Antwerpen. Ik heb nog gewoon een videootje zitten editen. We zijn al hier, jeetje. We'll be right back.
Uitgerust en wel, we laten hier wat een koffer donderen. Heerlijk, altijd fijn als dat gebeurt. Hè. Aangekomen op station Amsterdam Centraal. Ik ben gaar, maar helemaal uitgerust. In Frankrijk scheen de zon en hier is het weer één grote jankstraal weer. Maar deze treinstellen hier, deze TGV's, PWA's, deze oude dames. Heerlijke treinen, rit was perfect. Boze koplopen mouwgeluiden. Probeer ik het dus hier uit te checken bij mijn OV-chipkaart. Ja, ik wil werken dat ik weer in Nederland ben. Nee, dat kan gewoon met de barcode die op je Thalys-kaartje staat. De video is begonnen in de Parijse RER, dus ik moet hem in de Amsterdamse metro gaan afsluiten, vind ik dan. En waar de video begon te eindigen, denk ik ook weer in een afgetrapte metro. Thalys in comfortklasse, perfectie, echt pure perfectie. Ik heb er geen woorden meer voor, echt heerlijk relaxed gereisd van Parijs naar Amsterdam. Wil je dat ook doen? Boek even een kaartje met Thalys. Deze video is niet gesponsord, dit komt uit mijn eigen zak. Wil jij ervoor zorgen dat dit vaker kan gebeuren? Word dan lid van mijn kanaal voor 1 euro per maand. Ik neem deze Petro naar de pijp, dan ga ik nog eventjes heel wat schreeuwen waar we zijn. En dan zeg ik graag tot de volgende keer, later! En dan denkt... De pijp!